Er is nogal wat discussie over het vuurwerk tegenwoordig en of dat wel of niet verboden moet worden. Wat is uw mening? Ik vind dat ze het op een centraal punt moeten doen. Een vuurwerk voor iedereen, dat de mensen kunnen gaan kijken. En dan denk ik dat er heel veel ellende bespaard blijft aan knallen, aan gevaarlijk op de weg. Want ik durf bijna niet naar buiten als die grote knallen komen. Gewoon lekker doorgaan met vuurwerk afsteken, alleen voorzichtig. Maar hoe krijgen we dat voorzichtig? Want er zijn nogal wat slachtoffers gevallen. De verantwoording van de mensen. Eigen verantwoording. Ik vind het toch wel een eigen traditie. Ik vind het leuk om af en toe wat knallers af te steken, rotjes, vuurpijlen ook. En ja, ik vind dat de grens nu wel goed ligt qua vuurwerk. Ik vind niet dat ze meer hoeven te verbieden. Want ongelukken zijn vooral van domheid van mensen. En ja, dat is eigen schuld zou ik dan zeggen. Voor mij hoeft het niet. Echt niet. Want er zit een hoop vuurwerk bij dat geen vuurwerk is. Een hoop klappen, botsen. Dat is helemaal geen vuurwerk. Een verbod gekomen zou wel jammer zijn. Het hoort er wel een beetje bij het feest natuurlijk. Maar als je hoort over de ongelukken en zo, dan zou het niet verkeerd zijn dat er wel strenger gecontroleerd wordt op sommige stukken. Ja. Nou, ik vind het ontzettend jammer dat de uiteindelijke doelstelling waarmee het vuurwerk gebruikt wordt, het nieuwe jaar inluiden, dat hij gewoon overschaduwd wordt door alle excessen. Mijn mening is om het te verbieden. Maar wel een verbod alleen op knalvuurwerk. Nou, wat mij betreft mogen ze het afschaffen. Dat wil zeggen, ze mogen het particulier afschaffen. Ik zou het wel leuk vinden als ze bij wijze van spreken hier op het dorpsplein of op de tip een gezamenlijk vuurwerk organiseren en dat professioneel wordt afgestookt. Ja, ik vind dat vuurwerk gewoon wel legaal moet blijven. Al het vuurwerk nu. En verbieden? Nou, denk het niet. Ik denk dat knalvuurwerk en zuurwerk beide gewoon legaal moeten blijven. Ik vind dat ze al weken van tevoren beginnen te knallen. En nu zijn we inmiddels al een heel stuk verder en dan knallen ze nog steeds. Dat kun je niet plannen, hè? Dat kun je niet plannen. Wat moet er gebeuren? Een verbod. En eventueel gecombineerd met een centraal vuurwerk door de gemeente georganiseerd. Andere feesten. Maar dit moet anders gevierd worden. Als ze er niet mee om kunnen gaan, moeten ze het niet kopen. Maar dat betekent nog steeds slachtoffers, hè? Ja, maar dat is eigen verantwoording. Nou is er natuurlijk in Arnhem bijvoorbeeld iets gebeurd waardoor je zegt eigen verantwoording. Kinderen van 12, 13 jaar, eigen verantwoording? Nee, dat is de verantwoording van de ouders. Maar dat wilde ze wel zeggen dat in de familie de verantwoording ligt. Bij de volwassenen en niet bij kinderen. Je ziet dat ook de mensen die het controleren worden aangevallen. Ja, we moeten daar... Dan moeten ze daar maar meer op handhaven, neem ik aan. Ja, we moeten daar meer van zeggen. Dus nog meer politie, zou je zeggen? Ja, of strengere straffen. Ik denk dat gezamenlijk vuurwerk afsteken door een professionele organisatie, waar we allemaal als schouwspel van kunnen genieten, dat misschien een aardig alternatief is om deze situatie te beperken. Als ze het afschaffen, dan gaan ze vuurwerk overal buitenland halen of via de post. Hoe gaan we dat handhaven? Doen ze nou ook natuurlijk, hè? Maar er moet inderdaad wel een strenge sanctie op komen. Ik vind als mensen inderdaad illegaal vuurwerk gaan aanschaffen en zich daarmee zeg maar bezeren of beschadigen, dan zou ik zeggen eigen schuld, dikke bult. Heel simpel. Een tussenoplossing om alleen het knalvuurwerk te verbieden, een mogelijkheid zou kunnen zijn. En in een latere fase misschien het begin van een algeheel verbod. Nou is het wel zo dat er nogal wat slachtoffers zijn gevallen. Hè? Hoe kijk jij daar dan tegenaan? Ja, ik vind het zelf menselijk. Dat is eigen risico als je zoiets koopt. Dan moet je dan wel zelf verantwoordelijkheid nemen. Maar er zijn ook veel slachtoffers van omstanders. Die omstanders zijn. Hoe kijk jij daar dan tegenaan? Ja, je kan ook gewoon binnen blijven in principe met nieuwjaar. Je neemt ook gewoon risico als je naar buiten gaat. Want het zijn ook gewoon domme mensen. Nou ja, wat het is, je zou dat al kunnen doen aan de voorkant. Hè? Dus om te zorgen dat dat gewoon niet beschikbaar is in Nederland. Hè? Dus dat je dat hier niet kunt kopen. Kijk, in de grensgebieden kan het natuurlijk altijd. Hè? Maar dat heeft al jaren gekund. Maar het lijkt mij wel dat het aan de voorkant, hè? Dus zeg maar bij de inkoop, daar wel acties ondernomen zouden kunnen worden. Om in ieder geval de verkrijgbaarheid tot nul te reduceren. Ik denk dat je toch niet tegen kunt gaan.
blijft toch gaan. Net overal proberen ze de prullenbak dicht te maken, maar elk jaar overal vliegen de prullenbakken weer om de oren en ik ga die toch niet tegengaan. En uiteindelijk kost het die mensen ook klauwen met geld, want er gaat zo'n beetje 75, 80 miljoen de lucht in een uur tijd. Nou, ik denk dat we er geld voor beter kunnen besteden. Dit wordt van kwaad tot erger. Als het zou verbieden, wat zou jij dan gaan doen? Illegaal halen.